Voordat ik de driedimensionale haringen kan maken, moet ik wel eerst weten hoe een haring eruit ziet. Daarvoor maak ik zeer lange studies van levende haringen in het wild, in de dierentuin en van dode haringen uit de viswinkel en van allerlei informatie van internet, uit boeken en van deskundigen. Zo leer ik ook hoe haringen bewegen, zowel individueel als wel in enorme scholen. Uiteindelijk kom ik zo tot een tweedimensionaal basisontwerp, oftewel blauwdruk van een haring.